Voorzitter, de minister-president heeft in diverse debatten aangegeven dat hij zich sterk maakt voor het herwinnen van het vertrouwen van de burger in de politiek. Dat hij zich ook zorgen maakt over die steeds grotere kloof tussen burger en politiek. Hoe verhoudt zich dat tot de opmerking van de minister-president gisteren dat de uitslag van het referendum dat het belachelijk is, desastreus en dat we er in feite niks mee kunnen? Dat is toch niet anders dan het schofferen van de Nederlanders? De minister-president. Ja, voorzitter, zo is het gisteren ook niet gegaan. Ik heb gezegd dat we nu te maken hebben met een uitermate complexe situatie, omdat het een referendum was wat niet ging over een nationale aangelegenheid, maar in zijn aard heel complex, omdat het gaat over een zaak die ook op heel veel andere landen betreft, waar je dus niet simpelweg ja of nee op kunt zeggen. Je kunt het wel doen, maar dan loop je het risico, en dat is de paradox, zou ik mevrouw Thieme willen voorhouden, dat de kiezer veel ontevredener is dan wanneer we proberen een verstandige uitweg te vinden. Namelijk dat de kiezer denkt, hé, de opgekomen stemmer denkt, er wordt niet geratificeerd en dan blijkt vervolgens dat andere landen met elkaar in enige lijn vorm gewoon doorgaan. Dat kunnen wij niet blokkeren. En ik heb dat ook hier in het Kamerdebat na de uitslag van het referendum mevrouw Thieme en anderen voorgehouden. Volgens mij voedt dat juist het cynisme van de kiezer. Mevrouw Thieme. Voorzitter, als de minister-president het ernst is dat het een complexe situatie is, een complexe materie, dan past het de minister-president niet om gisteren in populaire bewoordingen als desastreus en belachelijk, om op die manier een ingewikkelde probleem aan te pakken. Dan hoor je ook als minister-president daar nog terughoudend in te zijn en eerst het parlement te informeren met een uitgebreide kabinetsreactie hoe ze omgaat met dit referendum en dan niet gisteren nog proberen om gewoon via allerlei VVD-retoriek zijn gelijk te halen. De minister-president. Voorzitter, ik heb gisteren ten aanzien van hoe we inhoudelijk omgaan met de uitkomst van het referendum herhaald wat ik ook hier in het Kamerdebat heb gezegd en wat minister Koenders heeft geschreven in de brief voorafgaand aan het Kamerdebat. Namelijk dat wij nu voor de vraag staan te bezien hoe we met die uitslag omgaan, maar dat het wel uitermate complex is. Omdat dit niet in isolatie plaatsvindt, maar tegen de achtergrond van een groot aantal ingrijpende geopolitieke ontwikkelingen en bovendien een referendum betreft over een zaak die niet alleen nationaal speelt, maar die juist in zijn aard multilateraal is, meerdere landen betreft, wat het uiterst ingewikkeld maakt. De heer Klein.